Een delegatie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, heeft eerder deze week een bezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De delegatie stond onder leiding van voorzitter Leslie Artist. Hoofdonderwerp van het, van het gesprek was het grondrechtenvraagstuk. Minister Dikan zegt dat hij zich zal inspannen om samen met de inheemse organisatie een traject uit te stippelen gericht op het vinden van een oplossing voor dit vraagstuk. De delegatie heeft ook officieel kennis gemaakt met Nielten Grootfaam, directeur Duurzame Ontwikkeling in Heemsen. De dorpshoofden vroegen om duidelijkheid over de rol en de plaats van dit nieuwe directoraat in de communicatie tussen de traditionele gezagsdragers en de regering. Zeker het ministerie van de R.O. Directeur Grootvam legde uit dat dit directoraat de inheemse aangelegenheden naar een hoger niveau zal tillen. In dat kader is afgesproken dat er een commissie zal worden samengesteld, bestaande uit afgevaagden van de inheemsen en de Afro-Surinamers in het binnenland. Het streven is namelijk erop gericht om op 9 augustus aanstaande, de Dag der Inheemsen, iets tastbaars aan de gemeenschap aan te bieden.